We kennen elkaar sinds 2003 en heel organisch zijn we geëvolueerd van een koppel zijn tot een koppel dat helemaal samen werd met elkaar en dat een getrouwd is en een kind heeft ondertussen. We hebben zo nu in één keer veel meer verantwoordelijkheid. Ja, er is een grote productie en een baby en een dit en een dat. Dan ben ik zo aan uw vuist te worden. We moeten er echt zo voor zorgen en dan moet eten krijgen en dan mag niet vallen. Dit wordt de slechterik. Dus hier is het de schets van deze figuur. Ja, het heel bleek zijn en leverplekken hebben. En hij is een beetje zo de Faustiaanse duivelfiguur, maar dan in de vorm van een architect. Hij gaat deze familie kwellen door hun huis de hele tijd van vorm te laten veranderen. En het wordt een architecturale thriller. Emma doet dingen. Ze is veel pragmatischer dan ik. Hoe dingen eruit zien, dat komt voor het grootste stuk van Emma. Ik ben nu gewoon bezig met verhaal en personages en dat soort van dingen. We maken animatiefilms. Speciaal in onze films is dat ook elke set, elk prop, alles wat je ziet in die film is wol of textiel. Het enige dat niet wol is, zijn de ogen, want het is heel belangrijk voor ons dat daar een klein ooglichtje in zit. Als je een laag wol of stof over een vorm gaat leggen, krijgt hij direct iets schilderlijk, iets. Alle imperfecties die erin zitten, die worden mooi. En dat vind ik ook mooi aan het werken met wol. Alles wordt zacht, alles krijgt een laagje van schoonheid over zich. Ergens werkt ook heel goed met de verhalen waar we geïnteresseerd zijn. Want we zijn wel geïnteresseerd in donkere verhalen, in moeilijke thematiek. En de volgende film, het project dat we nu aan het maken zijn, is een gothic thriller. Dus het is een heel andere pad dat we gaan bewandelen. Zo voor onze dochter geboren werd, deden we alles zelf. En dat ging over alles. Dat was van posters tot titels, tot op zoek gaan naar stoffen en zo in stoffenwinkels. Het is niet echt in ons opgekomen om dat aan iemand anders te vragen die daar misschien wel heel veel talent voor had. Dus, en nu, met onze nieuwe producties en met onze dochter, die waarschijnlijk in de achtergrond kan horen, zijn we een beetje zo gedwongen om te delegeren. En dan ontdekken we zo dat andere mensen ook heel veel talenten hebben. Ja, we worden altijd vertegenwoordigd door een bedrijf in Engeland, eigenlijk om reclamefilms te maken. Maar die mensen hebben beseft, zoals heel veel reclamebedrijven op dit moment beseffen, dat reclame een beetje een stervende stijl is, want niemand kijkt nog naar tv. En iedereen gaat een beetje in de richting van wat heet dan original content. Ja. Dus zelf een idee bedenken en daarmee naar een streamer of een andere geldschieter gaan. Dus dat Engels bedrijf heeft ons gevraagd van schrijf eens een idee uit. En dan gaan wij zien of wij dat kunnen verkopen aan een streamer. En raar genoeg, we hebben een contract getekend. Het is allemaal gefinancierd. Op dit moment is het allemaal superleuk. Heel veel skypen met art directors en schrijvers in Engeland. Dus met een soort van crew werken dat we altijd al hebben mee willen werken. Dus het is een soort van, als het allemaal goed gaat, een soort van nieuw hoofdstuk voor ons. Ja, het lijkt alsof dat we gewoon zo rondwandelen en koffie drinken. Maar uiteindelijk worden er heel belangrijke beslissingen genomen. Let jij ook wel goed op meid, want later mag je dit ook doen. Hè? In het begin waren we echt zo met ons klein ding bezig. Nu zijn er echt zo heel veel mensen die er ook zo bij betrokken zijn. En elk ding die we nu bedenken heeft consequenties die zo nog consequenties hebben. En als je er echt zo te lang over nadenkt, zou je een beetje gek van kunnen worden. Of het zou te veel kunnen zijn. Maar het is soms heel intens en dan soms is het gelijk dat het altijd al geweest is. We hebben heel veel plezier erin op het moment. We voelen dat we klaar zijn ook om met een grotere ploeg te werken, om te communiceren wat we willen in plaats van het iedere keer zelf te doen. Dus geen twijfels, we moeten gewoon rechtdoor gaan. We zijn nu volwassenen en we gaan een ploeg gaan leiden, we gaan het doen. En we gaan niet klagen, we gaan er gewoon voor gaan.